Eindelijk komen er maatregelen voor de gevaarlijke Maas- en Waalweg. Helaas komen voor Marieke deze wel te laat. Het is al jaren één van de dodelijkste wegen van Gelderland, de Maas- en Waalweg. Aan de lopende band gebeuren er ongelukken op deze tweebaansweg. De provincie Gelderland belooft inmiddels maatregelen te gaan nemen om de Maas- en Waalweg veiliger te maken. Goed nieuws, maar voor Marieke Strik uit Alphen komen de maatregelen helaas te laat. In april 2021 rijdt Marieke vanuit haar stage in het ziekenhuis terug naar huis via de Maas- en Waalweg. Ze wordt waarschijnlijk door de zon verblind en komt op de linkerrijbaan terecht. Twee auto's kunnen haar ontwijken, maar de derde niet. Marieke belandt op de IC en ligt 2 maanden in coma. Tegen mijn ouders vertelden ze of het wordt weer Marieke die bijna alles kan, of het wordt Marieke die eindigt als een kastplantje. Marieke heeft lang moeten revalideren om weer opnieuw te moeten leren lopen en praten. Door haar hersenletsel vergeet zij dingen en sociale contacten onderhouden is ingewikkelder geworden. En dat doe je dan niet bewust, maar toch minder interesse toont in een ander. Net zoals met je vriendinnen moet je wel energie in blijven steken. Je moet er niet links laten liggen. En dat doe ik onbewust, heb ik dat zeker wel eens gedaan, ja. Het herstel van Marieke is een lange weg geweest. Maar haar viervoeter en de mensen om haar heen hebben haar altijd gesteund. Zij probeerde toch links al niet reis om mij overal bij te helpen. En natuurlijk, soms dan lukt het niet helemaal goed om ook goed te reageren. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ze mij toch al die tijd gewoon blijven helpen en steunen. En dit is dus die welbesproken Maas- en Waalweg, waar zoveel ongelukken gebeuren. En over een klein maandje worden hier dus aanpassingen gedaan. Maar gaan deze die ongelukken daadwerkelijk verminderen? Nou ja, dat hopen we natuurlijk wel, want anders gaan we de maatregelen niet uitvoeren. Kijk, helemaal voorkomen, dat kunnen we natuurlijk nooit garanderen. Want er blijft natuurlijk nog steeds geen fysieke afscheiding tussen de twee weghelften. En dat is waar het eigenlijk meestal op misgaat. Dus we zijn ook nog met de omliggende gemeentes in gesprek om te gaan kijken of we misschien dat noemen we dan de lange termijn maatregelen kunnen gaan nemen. Waarin we hopen dat we nog meer kunnen doen voor de verkeersveiligheid. Nou, we gaan nu zogenaamde korte termijn maatregelen nemen. Dus eigenlijk dingen die snel kunnen worden uitgevoerd. Dat zijn een drietal maatregelen. Eind mei gaat dat gebeuren. Allereerst komt er een ribbelmarkering op de twee weg, tussen de twee weghelften. Waardoor je als automobilist voelt, mocht je een beetje uitwijken naar de verkeerde weghelft, dan word je eigenlijk gecorrigeerd omdat je die ribbelmarkering gaat voelen. Daarnaast komen er ook reflectoren in het middenstuk. Dat is vooral voor de donkere uren heel fijn, dat je toch wat extra zicht hebt op de andere weghelft. En daarnaast gaan we ook nog monoborden plaatsen aan de kant van de weg. Dus dat is echt meer een oproep op het gedrag van de weggebruiker. Om ook te zorgen dat je zonder afleiding de weg op gaat. Ze kennen het allemaal wel, van YouTube en tv. Maar deze week was het voor bijna 100 kinderen in Neerbos-Oost zaak om zelf op de vlucht te zijn in het jachtseizoen. Een uur lang moesten de kids uit handen blijven van de politie. Het spel werd georganiseerd door verschillende organisaties om de kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met de politie. 3, 2, 1 en de jacht is geopend. Zo klonk het startschot van het jachtseizoen in Neerbos-Oost. 100 kinderen uit de wijk gingen op de vlucht voor agenten en handhavers. Het doel? Een uur lang niet gepakt worden en uit handen blijven van de agenten. Het jachtseizoen is een spel met samenwerking tussen Bindkracht 10, de gemeente Nijmegen en politie. En eigenlijk is het de bedoeling dat we de kinderen kennis laten maken met politie, met jongerenwerk, maar ook met toezicht en handhaving om elkaar meer te begrijpen, meer begrip voor elkaar te hebben. Het is voor het eerst in deze wijk dat ze het spel gaan spelen. Het is een pilot. We hebben het voor de eerste keer georganiseerd in de wijk Neerbos-Oost. En we zijn wel voornemens, het lijkt een heel groot succes te zijn om dit uit te zetten in meerdere wijken in Nijmegen. We gingen uit van ongeveer 50 aanmeldingen, dat het maximaal zou zijn. Alleen we zitten op het dubbele. We hebben meer dan 100 aanmeldingen gekregen. We hebben zelfs een aantal kinderen moeten teleurstellen, omdat het zo'n succes was. Dus alle succes overstegen. Ja. Voor de politie en handhavers is het nog niet zo'n makkelijke klus. Lukt het een beetje met de kinderen pakken?
Ja, op zich wel. Ze zijn wel aardig snel en overal kennen ze de steegjes goed en de wijk. Dat is voor ons wat lastiger, maar op zich gaat het wel redelijk. Ja, en hoeveel kinderen moeten hier nu nog ongeveer? Ja, in totaal zijn het er 50 en ze hebben allemaal 2 levens. Dus ja, dat keer 2 eigenlijk. En heb je nog enig zicht op waar ze zijn? Ja, we communiceren via ons porto. Dus we houden elkaar een beetje in beweging waar we naartoe moeten. Ja, ik ben benieuwd waar ze zitten. Misschien dat ze nog moeten gaan rennen of zo. Dat denk ik wel. Tenminste, ik zie er al daar. Ik ga er even vandoor. Okay, ja. Ja, die moeten hard aan het werk. Hè. Die zijn te voet en te fiets. Dus we hebben wel iets, een aantal collega's die te voet zijn, een aantal collega's die te fiets zijn. Dus dat is iets makkelijker dan kinderen die moeten rennen. Maar ze merken wel dat het zwaar is. En dat kinderen zijn vindingrijk. Hè. Dus die weten goed de plekken te vinden waar ze stoppen. Of waar ze net een heggetje achter zitten. Of dat soort zaken. Dus ze moeten aan de bak. Drie jongens kregen woensdagavond de schrik van hun leven toen een auto uit de bocht vloog en in het water belandde in Lent. Eén van hen twijfelde het niet en sprong het ijskoude water in. Hij wist de vrouw uit de auto te bevrijden en naar de kant te brengen. Daar werden de twee opgevangen door toegesnelde buurtbewoners. De naar de bodem gezonken auto is later door een berger samen met de brandweer uit het water getakeld en afgesleept. De jonge man kan een bezoekje van de politie verwachten voor zijn goede, snelle optreden. Vanwege de spreidingswet moet ook de gemeente Heumen vluchtelingen gaan opvangen. De gemeente zet de komende maanden op een rijtje waar asielzoekers allemaal zouden kunnen wonen. Daarbij is het idee dat ze niet in één asielzoekerscentrum terechtkomen, maar over Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt worden verspreid. De overheid heeft per gemeente al wel een minimaal aantal op te vangen asielzoekers vastgesteld. Voor Heumen gaat het om 105 mensen. Heumen wil aan die norm voldoen en het aantal eventueel ook wel een beetje overschrijden. Op dit moment vangt de gemeente nog niemand op. Verwarring in de Nijmeegse taxiwereld. Een paar weken geleden lazen chauffeurs in de krant dat zij een ontheffing zouden hebben voor het rijden op de Waalkade en de Griftdijk. Locaties die voor ander verkeer verboden terrein zijn. Na contact met de gemeente bleken zij hier wel te mogen rijden. Inmiddels is gemeente Nijmegen hier weer op teruggekomen en blijkt het verbod toch ook voor taxis te gelden. Volgens wethouder Cilia Dame was de vraag vanuit de branche terechtgekomen bij de afdeling Toezicht en Handhaving en niet bij de afdeling die over het beleid gaat. Toen zij in 2018 besloten tot de knip van Griftdijk en in 2021 en 2022 over afsluitingen van de Waalkade, is vastgesteld welke groepen permanent uitgezonderd worden. Bepaald is dat taxis er niet over mogen. De gemeente Nijmegen heeft besloten een extra noodopvang voor vluchtelingen te openen in Nijmegen-Noord langs de Griftdijk-Noord. Er zullen zo'n 400 vluchtelingen gaan verblijven. De gemeente meldt dat de locatie voor een jaar beschikbaar wordt gesteld. De opening zal in mei zijn. Dit is de tweede opvanglocatie die de gemeente opent. Er is ook een noodopvang aan de Winkelsteeg. Maar doordat deze eind mei zal sluiten, komt het COA opvangplekken tekort. Ze zijn vooral bekend via mond-op-mond reclame. Maar desalniettemin zijn ze zeker een bezoekje waard. De Millinger Theetuinen in Millingen aan de Rijn. Dit jaar viert de exotisch uitziende horecagelegenheid haar 30-jarige bestaan. De Millinger Theetuinen ontstonden aan de creatieve hand van twee mannen, Koen van den Boogaard en Floor Oskam. Na het onverwachte overlijden van Floor in 2014 verkocht Koen de theetuinen aan een kennis. In 1994 ben ik begonnen met mijn café in Nijmegen, Café Vroomijn. En in 1994 begon ook deze tuin. Dat wil zeggen, die tuin was er al, maar toen werd hij toegankelijk voor het publiek. Rob Vroomijn kreeg tientallen jaren geleden als Nijmeegse horecaondernemer van andere mensen te horen hoe mooi de Millinger theetuinen waren en besloot zelf een kijkje te nemen. Gaandeweg leerde hij Koen, een van de oorspronkelijke eigenaren, kennen en doordat ze nu al 9 jaar samenwerken zijn ze bevriend geraakt. De infrastructuur is nog steeds van hem. En zonder Koen had ik deze mooie tuin natuurlijk nooit voor elkaar gekregen. Maar we hebben echt veel contact. Hij woont in Spanje en ik woon hier, maar we bezoeken elkaar regelmatig. De interesse van Vroomijn ligt vooral bij de gastronomie en het zorgen van een divers team die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Tuinieren doe ik er een beetje bij. Ik zeg altijd gekscherend. Ik ben hoofd
grasmaaien. Dus elke donderdag krijg ik met het grasmaaitje over het gazon. En dat is dan ook wel zo'n beetje mijn bijdrage. En wij hebben een jaar of 6 geleden gekozen om helemaal vegetarisch te worden, zeg maar, qua aanbod. Vegetariër is de oude kroegbaas zelf niet. Wel vindt hij het belangrijk te weten waar zijn stukje vlees of vis vandaan komt. Dit vindt hij ook bij de aard van de tuin passen. Zen gevoel, lekker relaxed. En dan ook een beetje zorgen dat je oppast hoe de natuur zich ontwikkelt. Prowijn is zelf heel tevreden met hoe zijn leven er momenteel uitziet. Ik ben van plan om nog 5 jaar met deze mooie tuin door te gaan. Al kan het echter alleen als zijn gezondheid het ook toelaat. Ik heb er wel zin in. Dit is niet erg een straf om elke dag mee bezig te zijn. Weg van de rummel van de stad. En toch midden in de natuur leven, samen met mijn vriendin, mijn kinderen, mijn hondje. Ja, ik ga er helemaal voor. Mag voor mij nog wel even duren. In Bergendal staat een uniek gebouw te koop, namelijk de watertoren van het dorp. Het historische gebouw aan de Watertorenweg heeft geen functie meer en dus was het tijd voor verkoop. Echter is hij niet zomaar te bemachtigen. De Watertoren is gebouwd in 1929 en is mooi omringd door bos. Omdat er naast de toren grote waterpompen zijn geplaatst die voor voldoende waterdruk zorgen in Bergendal, is het gebouw overbodig geworden. Het waterleidingbedrijf Vitens is de eigenaar en stelde de toren vorig jaar buiten werking. Toen bekend werd dat het gebouw te koop stond, zorgde dat voor veel belangstelling bij makelaar Bjorn Zijlstra. Er is zeker veel belangstelling. Sinds dat we bezig zijn met de start van de verkoop zijn we door meerdere partijen benaderd. En we zijn inmiddels zover dat we op Funda staan en dat ook de bezichtigingen worden ingepland. Dus er is veel belangstelling. Nou ja, het is een uniek project, hè. Veel mensen vinden het toch interessant om dit te transformeren. Het is een mooie plek, gelegen op een mooie grote kavel en nou goed, aan de bosrand. De Watertoren is niet zomaar te bemachtigen. Mensen die het gebouw willen kopen moeten namelijk een goed idee voor de toren hebben. Dat is zelfs belangrijker dan de prijs. Mensen dienen een biedingsformulier bij ons in te leveren, maar daarin een omschrijving van het plan wat ze voor ogen hebben met de Watertoren. We vinden het plan nog belangrijker dan de bieding zelf. Want we willen gewoon weten wat voor plannen zijn er, wat willen ze met de Watertoren doen, wat doet dat met de omgeving. Dus dat vindt de verkoper Vitens heel belangrijk. Goed, dat kan wonen zijn, dat kan B&B zijn, dat kan een stukje bedrijvigheid zijn. Dus dat kan van alles zijn, alleen er moet wel goed over worden nagedacht. We willen wel goed echt weten van oké, hoe worden bepaalde dingen aangevlogen? Hè? Er moeten misschien wat raampartijen worden aangebracht. Hoe kijkt men naar parkeerdruk? Dus we zullen goed kijken naar de plannen die worden ingediend. Voor de verkoop van deze unieke kans kunnen mensen gaan bieden wat ze willen. Een vraagprijs is er namelijk niet. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten wij ook zelf niet. We hebben geen vraagprijs. Dus de mensen die komen kijken en die interesse hebben, die kunnen een bieding doen. En afhankelijk van wat zij het waard vinden, ja, zullen wij verrast zijn door de reacties, denk ik. Dat kan symbolisch een euro zijn, maar dat kan ook enkele tonnen zijn. We weten het niet. Vandaag was toch weer één van de betere dagen binnen de weersverwachting. Morgen doen we helaas weer een stapje terug. In de loop van de aankomende nacht trekt er al een regengebied over de regio, dat pas in de tweede helft van de ochtend weer wegtrekt. Het belooft dan ook een zware ochtendspits te worden. Daarna houden we te maken met veel buien die ook pittig van stuk kunnen zijn, met soms hagel en onweer. Pas in de avond neemt de buiigheid weer af. Ook in het weekend blijft het wisselvallig, hoewel de hoeveelheid buien wel mee zal vallen. Op zaterdag is er een gelijkmatige mix van buien en zonnige momenten. Op zondag zal de zon de overhand hebben en valt er slechts hier en daar een kleine bui. Na het weekend zal het vaker droog zijn. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 18 april. Nu op RN7 zie je weer een speciale NIC-update in aanloop naar de bekerfinale van aanstaande zondag. Wij zijn er morgen weer. En dan zijn we onder meer aanwezig bij de uitreiking van de Vrede van Nijmegen-penning. Graag tot dan!